Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 10 december van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met een storing die van zuid naar noord over ons land trekt. Het brengt veel bewolking en vanochtend al in het zuiden neerslag. In Zeeland regent het, verder landinwaarts valt er natte sneeuw. Bij temperatuur van net rond het vriespunt. En vanmiddag breidt de neerslag zich uit naar het noorden van het land. Er kan plaatselijk 3 tot 15 centimeter aan sneeuw vallen. In het zuiden gaat de sneeuw over in regen en stijgt het kwik naar 7 graden. En vanavond wordt het dan op veel plaatsen droog en gaat het vooral landinwaarts licht vriezen. Morgen krijgen we waarschijnlijk opnieuw met neerslag te maken. Mogelijk valt er opnieuw weer veel natte sneeuw bij een temperatuur in de middag tussen de 1 en de 3 graden. En ook kan het stevig gaan waaien. Dinsdag verdwijnen in de loop van de dag de winterse perikelen. Woensdag en donderdag ligt het kwik in de middag rond de normale waarde van 5 graden en is het nog steeds wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en een paar regenbuien. Ik ben Diane Boei van Weerplaza.